PSV B1 begon afgelopen zaterdag tegen Ajax een half uur eerder dan gepland. En dit gebeurde op het moment dat wij onze camera aanzetten. De kopbal is van Shuently Alberto. Wordt op de doellijn gekeerd. Maar scheidsrechter Van Vijfeijken heeft geconstateerd dat de bal hier over de doellijn is geweest. En hij heeft er goed zicht op. En dus staat de ploeg van Claudio Ferreira Braga op 1-0. Hier is hij weer, Alberto. Krijgt de bal niet lekker weg. Beetje een rommelige fase. Maar Ajax weer in balbezit via Walian. Dit is Clement met de voorzet. En daar helemaal vrij Abdelhak Nouri met de gelijkmaker. Mooie aanval van Ajax. En een minuutje na die treffer van Alberto staat het 1-1. Kies daar heel goed positie Nouri. Die bal komt er dan ook. En geen kans voor doelman Yannick van Os van PSV. Bosman met de inworp. Op zoek naar spits Van der Moot. Dit is Martijn Berden. Schotje mist kracht. Mist ook de juiste richting. Maar PSV is niet onder de indruk van die gelijkmaker van Ajax. PSV en Ajax bij de middenmotors in de eredivisie voor B-junioren. En dus is het zaak om deze wedstrijd te winnen. Om een beetje aansluiting te houden bij de top. De ranglijst wordt nu aangevoerd door FC Twente. Gevolgd door Feyenoord. Paal levert weer in. En dus is het weer de beurt aan Ajax om aan te vallen. Vissers met de bal op Vince Gino Dekker. Mooie actie, goede voorzet. Komt uiteindelijk helemaal achterin terecht bij Clement en die scoort. En zo leidt Ajax op de hertgang. Mooie voorzet hier. Gaat aan iedereen voorbij. Maar dan staat deze man wel helemaal vrij. Pelle Clement. En ook Augustin Loof daar op de doellijn kan die bal niet keren. En dus hij voor een tweede maal gepasseerd. En dus moet PSV weer in de achtervolging. Paal met de bal op Nachiri. Die komt hier aardig uit. Ruimte ligt er aan de buitenkant bij Junior. Owusu is hij kwijt, Junior. Van der Moot terug naar Junior. Prachtige aanval van PSV. En die wordt bekroond met de gelijkmaker. Hele mooie goal. Knap uitgespeeld. En het staat dus 2-2. Knap dit hakje hier van Van der Moot. Met zijn rug naar de goal. Bedient Junior. En die passeert doelman in die Groothuizen. Weer Van der Moot gezocht. Een echte spits. Kaatst. Krijgt de bal terug van Berghuis. Schiet dan meteen. Korte hoek. Ditmaal Groothuizen niet verrast. Zo staat het met de rust. 2-2. Hebben de supporters een leuke eerste helft gezien. En de vraag is in die tweede helft wie de wedstrijd naar zich toe gaat trekken. Paal. Mooi gedaan. Deze opening is ook goed. De ruimte ligt hier bij Martijn Berden. Die gaat het duel aan met Van Zweden. Berden speelt die bal te ver voor zich uit. En dus is PSV de bal weer kwijt. Verstraten komt hier goed voor zijn man. Wouter Verstraten heeft de ruimte. Schiet Wouter Verstraten. Prachtig doelpunt. 3-2 voor PSV. En wat een mooie goal van die linksback van de B1. Zeker de moeite waard om die nog eens een keer te bekijken. Komt hier goed voor zijn man. Dan krijgt hij de ruimte. Maar ja, als je dan zo uithaalt. Prachtig. Dus meteen ook de beslissing in de wedstrijd. PSV B1 wint knap met 3-2 van Ajax. En doet goede zaken als we kijken naar de ranglijst. Het staat nu vierde. 25 punten uit 14 wedstrijden. 6 punten achter FC Twente, maar wel een wedstrijd minder gespeeld. Ajax vinden we terug op plek 5 met 24 uit 15.